We zijn hier in Hellendoorn aan de voet van een van de mooiste motorbike trails van heel Nederland. De Paarse route. Die gaan we straks ook rijden. Maar we zijn op een veldje vlakbij Krunnersommen waar we vaardigheid skill oefeningen doen met de deelnemers. We gaan straks de route op, er zitten klimmetjes in, er zitten hele mooie kombochten in. En dat is hartstikke mooi, maar je moet wel op de fiets blijven zitten. Het moet goed en veilig gebeuren, dat is pas plezier. Dan krijg je echt sportplezier. Nou, bij fietsen is eigenlijk het allerbelangrijkste is de focus. Waar ga ik naartoe? Je fietst van oplossing voor oplossing. Als je in zo'n kombocht zit, dan stuur je met je ogen. En dat lijkt allemaal heel erg simpel, dat is hartstikke moeilijk. Daarom doen we hier die vaardigheidsoefening ook. Die oefening die we hier doen, is even allemaal te maken met hoe heb ik mijn fiets onder controle. Waar ga ik naartoe? Doet de fiets wat ik wil? Zodat je gewoon veel meer plezier krijgt in de mooie route hier. Mountainbiken is geen gevaarlijke sport, maar je kunt het wel gevaarlijk maken. Dus als je onverantwoord bezig bent, ja, dan kunnen er natuurlijk ongelukken gebeuren. Maar daarom, als je gewoon je vaardigheden goed onder controle hebt en niet al te gek doet, dan is het denk ik een van de allermooiste sporten die er is. Je gaat van oplossing naar oplossing en dat is trainbaar. Het mooie is, dan zie je die glimlach ook, want het lukt. En als gewoon de vaardigheid na vandaag iets beter is, dan is onze dag alweer geslaagd. Wees niet overmoedig, ga het gewoon eerst rustig proberen. En door het heel veel te doen, word je er zelf ook wel heel vaardig in. Je moet ontspannen blijven. Fietsen heeft alles te maken met energie. Als je die bochtjes mooi doorheen wil gaan, dan moet alles lekker locker. Dat is met skiën, moet soepeltjes gaan. Die oefeningen die wij doen, zijn er ook op gespitst. Als deze mannen straks naar huis ingaan, dan zijn het echt andere fietsers. Dan hebben ze echt dingetjes bij je geleerd. En dan is onze dag van Erwin en van mij is geslaagd. Erwin Wennemars op de fiets, dat is een verhaal apart. Rob is natuurlijk een beetje oude man, hè? Een beetje stijf aan het worden. Over die ramps, dat kan hij nog wel iets beter. Dat kan ik beter.